Nou, die request op 3FM, dat betekent deze hele week op megatop50.nl. De site van de Megatop 50 die je iedere zaterdagmiddag tussen 3 en 6 hoort op 3FM met Bart Arends. En dan vind je iedere dag een overzicht met de meest opvallende gebeurtenissen uit de jaren 90 in de Megatop 50. Verdeeld over 2 jaar per dag. En vandaag terug naar de jaren 96 en 97. Megatop 50. Het jaar van de kinderliedjes. 3FM. De kinderliedjes. Kijk, nou is Happy Hardcore al een versimpelde versie van Hardcore en Rave, maar Hakkebar, die hier vanmorgen nog te gast waren bij Giel, die bewees in dat jaar dat het allemaal nog veel simpeler kon. Bob Fosco, de zanger van de Raggende Mannen, kreeg het idee om een parodie te maken op de Gabberage en besloot om het thema van Daar komt Zwiebertje te verbouwen en daar een alternatieve tekst op te maken. Ruben van der Meer die werd gebeld en met een kaalgeschoren kop beleefde hij zijn grote doorbraak als het gezicht van Hakkebar in de clip bij de eerste single Gabbertje. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn kaalgeschoren kop. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Zo te zien heb je al onder pillen. Gabbertje van Hakkebar werd een enorme hit, vloog in noodvaart naar nummer 1 en hield zelfs de waarheid van Marco Borsato van die eerste plaats af. Gevolg, er kwamen allemaal vervolgjes eigenlijk op Hakkebar. Het succes van Gabbertje werd gevolgd door onder andere Gabber Piet met Hakken en Zagen, nummer 2 in 97. En door de Mosselman met Mossels. Hakkebar zelf scoorde na Gabbertje trouwens nog een serie hits met onder andere Super Gabber en de Gabbersaurus. En dan de best verkochte pophit aller tijden. Als gevolg van een dramatische gebeurtenis in Parijs. Op 31 augustus 1997 wordt de wereld namelijk opgeschrikt door nieuws over prinses Diana. In Parijs rijdt een auto met daarin Diana, zegt de platter, in de Alma-tunnel. En de hele wereld is in tranen. Confirmation that Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris just a few hours ago. Goedenavond. De wereld rouwt om prinses Diana. De prinses van Wales vond vannacht in Parijs samen met haar nieuwe vriend Dodi Al-Fayed de dood bij een auto-ongeluk. Op de begrafenis van prinses Diana bracht Elton John, die een goede vriend van haar was, een aangepaste versie van Candle in the Wind en gehoren. Hij schreef dat liedje eigenlijk al in 1973, maar toen over het leven van Marilyn Monroe. Die versie uit 1997 die werd meteen op single uitgebracht en groeide wereldwijd met ruim 33 miljoen verkochte exemplaren uit tot de best verkochte cd-single aller tijden. In Nederland stond Candle in the Wind 7 weken op nummer 1 en verkocht de single een kleine 600.000 keer. Leverde Elton John in Nederland 7 keer platina op. Elton John trouwens speelt deze versie van het lied nooit meer. Heeft hij 1 keer gedaan en zou het alleen nog een keer willen doen op verzoek van de zonen van prinses Diana. 33 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. De best verkochte pophit aller tijden. Dan moet je hem draaien in een 90s Request Week zoals deze. Dit is Elton John en Candle in the Wind 1997.